De sfeervol verlichte beeldentuin aan de N35 in Mariëneem is van 13 december tot en met 4 januari 2015 weer geopend voor het publiek. De beeldentuin en de showroom binnen met kunst en antiek worden beheerd door Peter Groen en Ronald Eikelhof. Deze beeldentuin die is in 2012 geopend. Staan er nog dezelfde beelden als bij de opening? Nee, zeker niet. Die staan er niet meer. Het is al sinds 2 keer weer veranderd. Elk seizoen wordt er veranderd, zeg maar, wat beelden betreft. Ja, en nu is het een tuin die is 3 hectare groot, dacht ik. 3 hectare, ja, inderdaad. Er kunnen dus heel wat beelden in. Er staan er ook heel veel. Heel verschillende materialen en een flink aantal. Ja, nou, je had het al over materialen. Dus heus niet alleen maar brons. Nee, zeker niet alleen brons. Ook steensoorten, RVS, kortenstaal en keramiek, glaswerk. En wat de soort betreft? Ik bedoel, abstract? Of? Nee, meer in de, figuratie, zeg maar. Dus alles waar een beetje een herkenbare figuur in zit, dat is het meest verwerkt. Dit is een nieuw kunstvoorwerp, object die we recentelijk geplaatst hebben. En hij is aangelicht door een onderwaterlamp, waardoor het licht heel mooi verspreid wordt en ook een heel mooie reflectatie heeft op die aardbol. Want het kunstwerk beeldt namelijk de opwarming van de aarde uit. En dat zie je ook wel. Wij zijn eigenlijk de kleine rondingen, de mensheid. En misschien, wat het ook mag zijn, is de grote wat er overheerst. En dat is eigenlijk de hele betekenis van de fontein. Jullie benaderen kunstenaars, of hoe doen jullie dat? Ze zoeken ons nu ook op, maar wij hebben ook een netwerk van kunstenaars waar we uit kunnen putten, waar we dus overleg mee doen wat we kunnen uitzoeken of wat ze willen missen en dat we het voor een seizoen hier neerstellen. En komen er veel bezoekers? Het bezoekersaantal van het afgelopen jaar is 5 keer zoveel als het jaar daarvoor. We zitten al op jaarbasis tussen 6.500 en 7.000 bezoekers al. Ja, en ja, het is nu wintertijd. Normaal is de tuin natuurlijk gesloten nu. Ja, maar we hebben ook sinds de opening ook elke keer met december de winteropen deurdagen hier bij de Eikelhof. En daar hebben we dus ook de tuin bij geopend voor de 3e keer. Ronald, hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze tuin te gaan verlichten? Nou, we hadden natuurlijk de beeldentuin al gedurende de zomer. En toen zijn we begonnen met, of dan hadden we de winteropen deurdagen al, eigenlijk al, ik denk nu zo'n beetje 14 jaar. Dus 14 of de 15e keer zelfs. Ja, en die winteropen deurdagen? Dat is bij ons voor de zaak, dus de antiekzaak, inrichting, stoffen en styling. En nou, de beeldentuin ligt erachter. En toen is het natuurlijk 1 en 1 is 2, hebben we het heel snel het idee gehad, omdat we de beeldentuin in de zomer hebben, om die ook in de winter open te doen. En dan zijn we wel uniek in Nederland. En we hebben daar, als je dan in de winter met kerst bent, moet er ook kerstverlichting in. Nou, dat hebben we rijkelijk aangeschaft en erin gedaan. En dit is het resultaat. En dit is het tweede jaar dat jullie het doen? Tweede jaar dat we het dus doen. En de mensen reageren er allemaal heel positief op en vinden het allemaal prachtig. Dus ik denk wel dat het een vervolg heeft. Hoe pak je dat aan, die verlichting? Niet zeuren, gewoon inhangen en opschieten. Ja, denken wat mooi is, wat je wil verlichten. Dat er een routing in komt en dat er overal wat is. Dat je echt zo'n wauw-effect hebt als je door de tuin inloopt. Ja, we hebben niet specifiek allemaal spotjes op de beelden gezet. Nee. Nee, 700 spotjes. Alsof er beelden staan er namelijk, dan wordt het wel een beetje erg kermis, denk ik. Ja. Nee, dat gaat het niet worden. Het is meer de sfeer verhogend. En als mensen echte beelden willen, dan moeten ze ook eigenlijk overdag komen. Tegen een uur of 3 ga je de beelden bekijken. En dan daarna, als het wat donker en schemerig wordt, dan zie je ook de kerstverlichting helemaal omhoog komen. En wat is het voor soort verlichting? Zijn dat divers ledlampjes of?
divers. Er zijn nog LED, er zijn inderdaad grotere spots, mini-lampjes, ja, noem maar op. Alles wat bij kerst hoort en wat verlichting is, dat hangt er zo'n beetje in. Wat nog ontbreekt is een klein beetje sneeuw, denk ik. Ja, maar daar gaan we toch iemand anders voor bellen. Ja, nee, maar dat is wel heel mooi. We hebben het één keer gehad, volgens mij 2 jaar geleden, dat we een beetje sneeuw hadden. Zo, echt maar een beetje. Maar dan krijg je wel een heel, heel erg mooi landschap krijg je dan. Ja. Okay. Toen hebben we ook wel foto's gemaakt hoor. Ja. Ook in de showroom met veel antieke meubelen en kunst waren stijlvolle kerstdecoraties te zien. De tuin is geopend, of in ieder geval onze winteropendeurdagen, die duren nog tot en met 4 januari 2015. En dat is dagelijks geopend van 10 tot 6 uur. Dat geldt ook voor binnen? Dat geldt ook voor binnen. Het hele complex is eigenlijk dan geopend. Dus de show, dus de tuin en de zaak voor. We hebben ook nog een avondopenstelling, dat is op vrijdag 19 december tot 10 uur 's avonds. En we zijn wel eerste kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten. En dan wil ik ook nog even van de mogelijkheid gebruik maken voor degene die wij hier niet zien, om die toch hele fijne dagen te wensen.